staat op de kaart als haven waar Karel van Soest is gebaard. Hem leiden van Schelde naar Gouwe en Maas, van planner tot raadslid tot loco tot baas. Als vader voor burger en kroost, een man op wie vaak is getoost. Hij leerde een vak aan het NWET en nam zijn kompas naar de VVD mee. Hans Wiegels partij werd zijn identiteit, daarmee gaf hij kleur aan collegebeleid. In Wallingsveen bijna bekroond, pas een heel met de keten beloond. Karel den Burger is nu met pensioen, de laatste Bob Smeerse die dat zal gaan doen. Een afscheid is dit met een lach en een traan, nu wij in een nieuwe gemeente opgaan. Wat mooi dat hij hier is gestrand, maar wie neemt ons nu bij de hand? Tussen de Maas en de rand van de Peer vond hij een plek na zo'n 7 jaar eeuw. Burgondisch Boksmeer gaf aan Karel zijn stem en zette een glazen paleis neer voor hem. Als vorst van een kern of 11 bestuurde hij haast als vanzelf. Als burger trok hij ook vaak erop uit, Hildes of Metworst met zijn boerenbruid. Beklonk dan de zaak met een glaasje of wat, met prima gevoel voor nog meer in het vat. Geen Hansa kliniek of Chinees die hij zonder grond de deur wees. Karel den Burger is nu met pensioen, laatste Boksmeerse die dat zal gaan doen. Een afscheid is dit met een lach en een traan, nu wij in een nieuwe gemeente opgaan. Mooi dat hij hier is gestrand, wie neemt ons nu bij de hand? Die dat zal gaan doen. Een afscheid is dit met een lach en een traan, nu wij in een nieuwe gemeente opgaan. Wat mooi dat hij hier is gestrand, maar wie neemt ons nu bij de hand? Namens ons allen van harte zeer bedankt. Dit wordt ik graag voorgehouden. Nou, geachte nu nog even burgemeester van Boksmeer en uiteraard geachte Mieke, maar ook ik stap over op beste Karel en beste Mieke. En namens alle parochianen wens ik jullie een ruimte, rust en tijd toe om die reis samen te gaan. Bedankt. Dat is voor mij de kern van ons geloof.
En daar hebben we van allebei hebben wij daar een deel van in onze samenleving. Ik heb de publieke kant, de openbare kant en jij hebt de geloofse kant. En ik vond het ook mooi dat ik, kennelijk heb ik dat weer in ere hersteld destijds, om mee te gaan met de vaart. Ja, want dat is het moment dat de kerkelijke overheid en de overheid elkaar ontmoeten in het openbare gebied, in elkaars gebied. En dat, ik heb dat ooit meegemaakt toen ik in Heelburg geweest was. Ik mag natuurlijk niet klappen uit vertrouwenscommissies, maar de gouverneur is er niet bij, dus ik mag een beetje wel. Dat was heel mooi. De laatste vraag die ik daar kreeg was of ik bereid was om mee te lopen in de processie. En daar heb ik volmondig ja op gezegd, want ik weet nog heel goed dat ik als klein manneke in die tijd in Moekpoort was, had ik hele mooie lichte krullen en toen mocht ik Jezus zijn in de processie. En vooral mijn moeder vond dat mooi. En ik moest ook vooral met blote voeten in de soldaten, want ze hadden dat in die tijd. Maar dus eigenlijk ja, was dat voor mij niet zo vreemd. Maar ik heb ook altijd een heel mooie symboliek gevonden om dat met elkaar te beleven. En we hebben hele mooie tijden gehad, we hebben ook minder mooie momenten gehad en hebben samen beleefd. Maar ik vind het ook belangrijk dat de basiliek en de kamer, die al zo lang in Boksmeer zijn, gevestigd zijn, dat die gemeenschap er blijft en dat die ook blijft voor onze lokale gemeenschap. Ik was van de week hebben we ook even afscheid genomen bij de zusters. De zusters van Jullie Postel met name, want dat zijn toch de stichters van ons ziekenhuis en het onderwijs. En ik proefde daar dat de zusters, er worden ook een oud, dat ze eigenlijk vonden, ik vond het een beetje triest eigenlijk, dat ze zeiden van ja, maar nu is het allemaal niet meer van ons. Het ziekenhuis niks meer en ja, zij niet zomaar, we tellen eigenlijk niet meer mee. En dat zorgt dan duidelijk wel, en dat voel ik hier ook duidelijk wel, de voedingsbodem van onze samenleving. En hoe het ook allemaal gegroeid is en hoe wereldelijk geworden is. Vroeger deed het onderwijs en de ziekenzorg, dat was allemaal vanuit het geloof werd dat gedaan, dat ging allemaal goed. En toen nam de overheid het over, of het allemaal minder. Of dat wel beter geweest is, dat weet ik niet, maar nu heb je zelfs een marktwerking in de zorg en daar zitten we echt pas niet in de zorg. Dus wat dat betreft, daar zit vanuit die naaste liefde hebben jullie het werk altijd gedaan. En wij blijven in Boksmeer, we blijven hier graag komen om elkaar te inspireren. En ik mag jullie ook inspireren. Want de organisatie van deze dag heeft iets heel moois bedacht en dat is nu de gemeente Boksmeer opgaat in een grote gemeente in het land van Kuik moet natuurlijk de identiteit van Boksmeer toch niet alleen in de harten van de mensen blijven, maar vooral ook aan de vlaggenmast blijven hangen. En daarvoor hebben ze bedacht, een prachtige vlag. Kijk, dat is het. De bok. Ja. De stappende bok en het grafelijke kroon. Ja. En nou, die mag ik jullie allebei in uitreiken. Ja. En dan zou ik zeggen van kijk wat je mij neerhangt, maar houd de bok in eer. Oké. Die pet past ons allemaal. Ja, leuk! 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 Ja, leuk!
daar staan, bij de groep. Ik weet niet of het nog goed is. Jullie doen dit onbetaalbaar, dus dat blijft ook zo. maar wat je er allemaal voor terugkrijgt is natuurlijk een prachtstuk natuur. En we zijn allemaal heel trots en ik ben vooral ook heel blij dat het initiatief wat jullie ook genomen hebben met het NK Maastrijgevechten, dat het eigenlijk gaat leven bij veel mensen. En dat we uiteindelijk dat UNESCO predicaat hebben gekregen, dat is natuurlijk echt een kroon op het werk van ons en van jullie in het bijzonder allemaal. En dat is natuurlijk heel mooi, dat pakt niemand ons meer af. En ja, je hebt gelijk, burgers, boeren, buitenlij en belangen. En dat speelt altijd een grote rol. En ik denk toch dat de natuurbelangen nu aan het langste eind trekken. Hier en daar kunnen we wat aankopen doen, of ruilen van grond om toch de dingen veilig te stellen. En want dit landschap is zo oud, dat mag natuurlijk nooit verloren gaan. De organisatie vindt, en ik vind het ook een goed idee, dat deze vlag toch in Boksmeer moet blijven wapperen. Want de trots op de bok, ja, die gaat ook nooit verloren, net zoals de Maastrijger. Dus ik pak jou een vlag aan binnen en natuurlijk ook voor de even. Ja? Die is goed. Nou, burgemeester Smidden. Ja, dus goed voor de foto. Een beetje nodig. Ja, die valt niet. Pas op, hè. Van onderen. Maar ja, vanuit iedereen, alle vrijwilligers, het bestuur, heel erg bedankt voor jullie inzet en natuurlijk überhaupt als onze burgemeester. Dankjewel, heel lief voor jullie en dat jullie hier allemaal weer in de kou staan, om er toch bij te zijn. Heel erg lief en het is allemaal prachtig in de kledij, heel mooi. Ja, dus ik heb net een... Oh, dit is bijen ook. Ja. Dat is geen toeval. We hebben nog een kleinigheidje met alle attributen van de vaart eigenlijk erbij. Nu nog wat in de vrije tijd als strooien. Ja. Nou, nog een klein aandenken in ieder geval. Ja, nou helemaal super. Kijk eens even mijn kant op. Ja. En dan probeer ik er nog eentje te maken. Omdat het gebouw daar.
Kijk, schuif er even een beetje bij, mensen. Dus een beetje bijschuiven. Daar heb je het. Ja, daar komt hij. 2, 1. Ja, dat is goed. Eentje. Dankjewel. Ja, we moeten even een broodje afwagen. Ja? Jullie stralen. Gaan we even lekker in slapen. Ja. Eerst eten. Heel graag eten. En een glaasje wijn? Ziek ook bij ons, helaas. En, ja, maar we wouden het straks even presenteren als BCV de Geitenbok. Uiteraard met een mooie achtergrondmuziek wat heel toepasselijk is voor onze club. En je hebt heel veel voor ons betekend als burgemeester ziende. We hebben regelmatig van al diensten gebruik mogen maken. En daar zijn wij jou heel dankbaar voor. Helaas zal het straks in de toekomst misschien met de pronkzitting gebeuren, wat voor ons toch een heel bijzonder moment was. Ja, zal het een ander iets gaan worden. Ja, en ik kan maar wel een half uur voor nog eens hebben. Dus uitloop van, dus ik hou het kort. Dank namens onze vereniging. We hebben een klein presentje voor jullie meegenomen. Een bosje bloemen. Alsjeblieft, ik ga er wel bij. Knuffelen mag helaas niet. Anders had ik dat zeker gedaan. Net anderhalve meter ging ook net niet meer los. Dus vandaag. Goeie grij, dat zien wij ook, dachten wij. Goeie grij. Ik wens jullie nog een hele fijne tour. Dankjewel. Hopelijk houden we het droog. Nee, vanaf nu blijft het droog. Al vanaf nu? Ja. Bedankt. Kijk, de organisatie die is heel mooi bedacht. Die heeft nog meer kader over een groter geheel. We laten het toch vlak maken. En met daarop de bok. In volle naad. Kijk. Ja, hou hem eens vast, laat hem eens zien. Yes. Ja, yes. Mooi. En net zoals bij een avondje daar, is het bereiken van de finish altijd een mooi nummer hebben, heb ik voor u beiden een gouden medaille. Daar op de pin met het getal 18. Oh, mooi. Dat is leuk, hè? Ja. Goed. Oh, leuk. Alsjeblieft. Gefeliciteerd met deze mooie finish. Dankjewel, hè? Die kan dus ook in de prijzenkast. Ja. Ik hoop dat als we volgend jaar in 2022 weer een avondvierdaagse mogen organiseren, dat jullie dan nog veel van het partij kunnen zijn. Ik wens jullie nog een mooie tijd en namens het bestuur van de avondvierdaagse Volgens mij erop, want we gaan er wel op in de grotere gemeente. Met een andere wapen, een andere vlag en zo. Maar de bok bij het symbool van Boksmeer zit in de harten van de mensen. En daarom mag ik jullie, als nou de vierdaagse weer gaat lopen en die vertrekt hier vandaan, dan zou het mooi zijn als deze vlag naar boven gaat. Om te laten zien dat ook de bok stappen maakt om mee te gaan met de vierdaagse. Mag ik jullie dat een keer, alsjeblieft. Dankjewel. Hartstikke leuk dat jullie het hebben gedaan. Dankjewel. We'll be right back.
Als je een mooi bedenkje en als je het wil sorteren, dan mag je weer. Zijn er nog mensen van de Jena-plan die bij de moeten? Ja, we zijn er nogal af. Oké. Maak jezelf heel plat. De volgende opdracht op de grond te liggen, daar word je ook getekend. Ik kom in de nieuwe gemeente dan van Kuik. Maar de bok gaat nooit verloren voor de mensen uit Boksmeer. Dus voor jullie een vlag met het wapen, met de bok erop. In de hoop dat het bij de bijzondere festiviteiten dat die mag wapperen. Zullen we doen. Zullen we doen. En als de verbouwing klaar is, zullen we even top hangen. Heel goed. Ja. Super mooi. Dank u wel. Dank jullie wel. En erg leuk gedaan. Dus. Ja. Ik ga genieten van het veld van de pensioen. Ja, dat gaan we zeker doen. Hoe weet ik nog niet, maar komen we vanzelf lachen. Ja. En doen de kindermevrouw zo goed. Ja, dat zijn lief. Ja, dat bij de drie week en het heugelijke feit, of misschien ook wel het trieste feit, dat onze burgemeester Karel van Soest afscheid gaat nemen van Boksmeer. En vandaag wordt dat hier in Boksmeer gevierd. Goedemorgen. Goedemiddag is het intussen. Ja, dus, ja, dat, ja, hoe is de dag begonnen vandaag? Ja, leuk in ieder geval, want we zijn thuis opgehaald voor een heel verrassingspakket, zeg maar, kan ik maar zeggen. Vandaag de hele dag op pad gegaan. We begonnen met een ontbijt bij Ries, waar een heleboel mensen waren uitgenodigd, binnen natuurlijk wat mocht van corona. Daar goede oude bekenden. Heel erg leuk om mensen te ontmoeten. Daar hebben we echt een beetje de tijd genomen tot 11:00. Toen zijn we naar buiten gegaan en werd er op een heel groot scherm werd er een film getoond met, van Boksmeer, met allemaal mooie beelden van met een drone gemaakt. En er werd een lied gezongen. Wat binnen ook al werd gezongen door Bas-Jan Baartmans, had hij gecomponeerd. Een ballade speciaal over mij en over ons en ons vertrek. Ja, en dan toen zijn we naar de kerk en de basiliek, de pastoor ons toegesproken. En zo zijn we een rondje gemaakt. Overal komen mensen tegen van verenigingen en zo, die ons allemaal. En de Maas zeggen inderdaad, wat Mieke zegt. En allerlei mensen en verenigingen die zich toch even presenteren en. En een woordje doen, de harmonie van Boksmeer die op voor het gemeentehuis prachtige muziek hebben gemaakt. Ja, en nou zijn we hier in de Driewiek. Erg leuk allemaal. Mevrouw van Soest, nou, hoe leven jullie naar zo'n dag toe? Nou, we zijn al eigenlijk dikke 3 maanden onderweg met afscheid nemen in alle kernen. En dit is bijna de afronding. We hebben nog 1 middag met de Harmonie van Sambeek. Maar we hebben ontzettend genoten van alles wat de mensen allemaal voor ons georganiseerd hebben. En dat vinden we toch wel heel bijzonder. Dat iedereen zo zijn best doet om het er een memorabel moment van te maken. En daar genieten we heel erg van. En ik denk dat we daar ook met hele grote dankbaarheid op terug kunnen kijken straks.
Nou, we hebben veel dagen natuurlijk, want kerkdorp, jullie worden ja, eigenlijk overal naartoe geleefd, als het ware. Alles zijn verrassingen. Als het nu dadelijk allemaal achter de rug is, ja, is er dan een leegte? Hoe denkt u dat op te vullen? Nou, dan is er in ieder geval een moment van dankbaarheid dat we het allemaal hebben mogen meemaken. Dat we en alles wat we nu weer beleefd hebben de laatste maanden is even goed tot ons laten doordringen. En daar zullen we nog heel veel over gaan hebben. En voor de rest, ja, denk ik dat we toch wat meer tijd voor kinderen en de kleinkinderen. En de mantelzorg voor Mieke, de moeder, die we overigens ook onderweg bij Sint-Anne hebben bezocht. En eens even kijken wat het leven nog meer te bieden heeft als alleen maar werken. Dus lekker wandelen, lezen. Ja, want als burgemeester, u bent een hele sociale burgemeester geweest. Dus dan denk ik, gaat u dan ja, toch de sociale kant op weer toch iets doen? Ja, dat zal de tijd leren. We hebben gezegd, eerst eens eventjes gewoon een halfjaartje een lege agenda zien douwen. Kijken of dat lukt, dat we onze eigen keuzes kunnen maken. En ja, dan zal er altijd wel weer iets zijn wat ons bezighoudt om onder de mensen te zijn. Ja, u bent al die jaren burgemeestersvrouw geweest, zoals ze het hier dan zeggen. Ja, nu komen de kinderen en de kleinkinderen misschien wel meer aan de beurt. Of, ja, ja wat... die kwamen toch wel aan de beurt. Alleen, ja, soms moesten ze natuurlijk wel eens wijken voor de afspraken die wij hadden in de gemeente. En dat hebben ze ook altijd wel goed begrepen. Maar ze zijn wel heel blij dat er nu wat meer tijd voor hen komt. En ik was sowieso al wat aan het oppassen als het nodig was. Maar dat deed ik inderdaad dan meestal zonder Karel. Maar dat kunnen we nu de toekomst wat vaker samen doen. Hè? Nou, ik zou zeggen, laat de koffie niet koud worden. Geniet verder nog van de dag vol verrassingen natuurlijk. Ja, ik ben benieuwd. En we zien elkaar vast weer. Kom ik elkaar vast weer een keertje tegen. Vast wel, dankjewel niet. We staan hier bij Filomeen ten Brinke, lid van de wijkraad. Van welke wijkraad, Filomeen? Ik ben van wijkraad Boksmeer-West. Dat is een beetje ja, over het spoor, Bilderbeekstraat, Dr. Pelestraat, die kant op eigenlijk. Maar jij zit ook in de organisatie voor het afscheid hier van burgemeester Karel van Soest. Ja, dat is omdat ik lid ben van de wijkraad. Maar ook een beetje omdat ik min of meer de buurvrouw van Karel van Soest ben. En ik wilde gewoon mijn steentje bijdragen. Het leek me heel leuk om iets te organiseren voor hem. Is het een grote klus geweest om dat helemaal rond te krijgen? Want er zijn nogal wat plekken die jullie aandoen vandaag. Ja, ja, het was eigenlijk toch wel heel veel werk. Vooral omdat we niet wisten waar we aan toe waren vanwege de coronamaatregelen. We wilden eigenlijk een soort feestavond organiseren. Maar goed, dat ging al niet meer. Toen was het zo van, ja, wat nu? Kunnen we het overdag organiseren? Maar we hebben heel veel intensief overleg gehad met de gemeente om te zorgen dat dit idee van die rijtour uitgewerkt kon worden. En dat is het uiteindelijk geworden. En ja, straks zullen we het misschien zien, maar de burgemeester en zijn vrouw zitten nu hier. Want intussen wordt er denk ik ook bij zijn huis wat gedaan, of niet? Ja, ik heb net even op mijn telefoon gegluurd en ik kreeg een foto door van hoe het huis versierd is. Prachtig met lampionnen en een mooie foto van Karel en Mieke samen met de bedankt. En de buurt zal straks, het buurtje De Nonnenhoek, die zullen daar straks staan om de burgemeester en zijn vrouw op te wachten en een erehaag te vormen. En dan gaan we met z'n allen het glas heffen om hem nog een laatste groet te brengen. Nou, wij gaan het straks zien natuurlijk. Ik zou zeggen, ja, alvast namens veel mensen bedankt voor jullie inzet, dat jullie dit gedaan hebben. En ja, ik hoop dat je het niet te koud krijgt vandaag. Graag gedaan en we houden ons wel warm hoor. Oké, okay, dankjewel. Dank u. Voor God, koning en vaderland, tamboers, roer de trom, mars.
was echt de laatste. Helaas wel. Kijk eens hoe mooi. Dit is echt gewoon. Dat is mooi. Ik daar niet zitten. Oh jongens, hoe ben je op de foto? Kijk eens even naar Evelien. Oh, geweldig leuk, want nu heb je paarden geweest. Zo. Een rondje haaklopen is voor tussen, hè? Ik kan dan even liggen. Zo. Een roosje. Amtsketting, maar, maar een heel kleintje dan maar. Het is wel een oude mooie. Oh, sorry. Mooi, hè? Hé, ze zijn het verdiend ook nog. Kleine spreuk eigenlijk opgezet. Wat een leuk. Altijd onze nummer 1. Oh ja, leuk. En dat is ja, hartstikke mooi. Dat is mooi, ja. Mag ik een foto maken met de club erbij? Ja, dat is natuurlijk wel leuker, hè? Met de beste. Kijk, die weten tenminste een elftal fotootje. Ja. Goed zie je op de achtergrond, helemaal mooi. Nog een keertje. Ik vind ze zo mooi, ik maak nog één. Ja. Dankjewel. Ja, okay. En die vlag die mag ik jullie overhalen. Ja. Zo. Dus als er wat te vieren valt, ja, dan gaan we nog de box van. Ja, we staan met 20. Geen vier, we hebben er één meer. We gaan nog een vlag. Jongen. Een hele andere intro dan normaal, maar dat vond ik best leuk. Dat was wel leuk. Dat was heel leuk. Ja, de afgelopen jaren waren allemaal een beetje ja. Ja, dat is een beetje. We gaan eerst wat staan. Want ja, burgemeester, we hebben natuurlijk nu een beetje het huis van Sinterklaas geopend. Ja. Een hele andere intro dan normaal. Maar
dat mocht het net niet lukken. Dat was een fantastische dag gehad. Het was heel leuk. Ja, de afgelopen jaren waren allemaal een beetje raar. Ja. De laatste intro die we hebben gehad was 2 jaar terug. Waren voor de laatste docent heeft ontvangen. Dus geef het wat even een cent. Ja, dat betekent toch 19 jaar lang. Ja, wel geneigd. Heeft hij mij ontvangen, hè? Sinterklaas. Een hele tijd, een prachtige tijd. Dat hebben we allemaal niet gedaan. Een pepernotendecor, tot Pieter Bruiloft, Pieter Bruiloft, een nieuwe stoel van de Weijer naar het gemeentehuis. En samen wordt geacteerd. Zitten. Ja, dat En ik moet van Sinterklaas zijn, dat u als burger geweest. Ja, ook. Ik wil u heel erg bedanken voor de fantastische tijd. En ook naar 1 januari komt ik zeker wel eens. Ja, dat denk ik ook. We gaan er nog wel even op terug. Ja, en ik vond het ook heel mooi Sinterklaas dat ik dit jaar met een aantal kinderen en de collega-burgemeester naar naar Soestdijk mocht gaan, ja, om al het pizzahuis daar te mogen zoeken. Ja, dat mocht weer toch ook weer probeert een beetje bekend te maken ook wel. Dus dat was ook heel mooi. Maar ik zei het jaar dat ik u hier mocht inhalen. Ik mag er al niet tegen u zeggen. Dat waren geweldige opmerkingen. Vanaf de basis, zo in de weilanden, op allerlei manieren. Want anders hebben ze meegemaakt. Dat was bijzonder leuk. Ik moet zeggen, volgens mij was de enige plek. Ja, ik Sinterklaas inhaalde met de hoge hoed op en het pak aan en zo, om in stijl te blijven. Want de kinderen vinden dat heel erg leuk. En ik vond het zelf ook leuk om te doen. Ik kan ook zeggen, ja, Sinterklaas inhalen is voor burgers echt wel een van de hoofdpunten. En nou, dan laat ik ook heel elkaar, hè. Dan ken ik mezelf niet meer terug. Ja, het zal voor Sinterklaas anders voor komende jaar. Ja, dat denk ik ook. Dan hebben we dan maar 1 burgemeester. Ja. Al die plaatsen waar ik kom. Ja, dus, we zullen het meemaken. Maar ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. Dat is altijd mooi. Ook ja, jullie als vereniging, Sipi. Altijd zo actief. Dus heel veel verenigers van mij. Het is echt leuk om te zien hoe actief jullie dat gedaan hebben. Dus heel veel dank. En ze zeggen, ja, ik stop er wel met jullie. Ga lekker door. Gaan we zeker. Dus het is mooi, echt een mooi kinderfeest. Heeft u ons cadeau voor de foto al een mooie plaats gegeven? Staan op de kast en daar gaan we helemaal heel goed lekker doen. En we hebben ook nog een andere kleinigheid namens alle vrijwilligers het levensbestuur. Ja, mooi. Ja, dankjewel, lief. Nou, en ik mag ook nog een cadeautje geven namens de organisatie. Want, ja, zoals u zegt Sinterklaas, de gemeente Boksmeer gaat op in de grotere gemeente, maar Boksmeer blijft natuurlijk Boksmeer. En vooral in de harten van de mensen zal Boksmeer altijd Boksmeer blijven. En bij Boksmeer hoort de bok. En ik mag u namens de organisatie van deze dag, van alle wijkraden, de mooie vlag aanbieden met het wapen met de bok erop. In de hoop dat bij alle activiteiten Sinterklaas dat u binnenkomt in Boksmeer, dat die vlag mag wapperen en dat u nog weet van, oh ja, Land van Kuip, nee, ik ben een Boksmeer. Dat land daar een Boksmeer. Zo is dat. Hartstikke. Dankjewel. Zullen we het even uitstoken? Ja. Ga je er even bij staan? Foto momentje. Foto momentje. Ja. Kijken. Ja. Zo, kijk even hierheen. Ja. Trek een beetje een Sinterklaas gezicht, verder laat ik het in het midden. Wacht even, komt er nog eentje. Hoe dan? Ja, hoe dan? Hoe dan? Ja, hoe dan? Ja, dan. Ja, nog eentje, Sinterklaas. Heel goed. Kijk, ik ben het eruit willen, dat was toch wel goed. Ik had het er van tevoren even over en dan zeiden we, ja god, inderdaad, het maakt hier geweldig wonen deze regio ook. En er zijn mensen die ervoor kiezen om er net buiten te gaan wonen. Hè? Dus ja, vraag je af ja, waarom dat is. We hebben het verder niet over gehad ook. Hè? Maar hoe dan ook, nou fijn dat u er bent. Ja, als we kijken naar een buurtvereniging, dan is die vooral ook ervoor, ja, wat wij zelf ook zeggen, voor verbinding, samenhang, waar kun je helpen. Met als uitgangspunt toch ja, positiviteit en kijken wat wel kan. Ja.
als het dus niet goed gaat, om te kijken wat kunnen we doen om het beter te laten gaan. En eigenlijk vonden we dat uitgangspunt ook wel past bij de manier van uw optreden. En uw optreden is altijd toch ook, weet ik ook uit eigen ervaring, je weet of niet, is het toch ook eentje die samenhangt ook dat met op de achtergrond de vrouw in dit geval ook. Hè, want 1 en 1 is 3, hè, dat is het bekende verhaal. Maar in ieder geval, dat stukje maakte ook dat wij een kleinigheidje willen achterlaten. Het zit in de fles. Het komt uit de streek. Ik denk dat er meer voorbij komt voor jullie. En dat je toch niet vanavond allemaal hoeft op te drinken. Nog niet. Dus in die zin klopt het ook wel. Want ik heb even gekeken. Naarmate het langer op de fles zit, wordt het steeds lekkerder. Dus dat komt in die zin goed uit. Heel goed. En wat ook belangrijk is, is toch dat... Dat begreep ik een van degene die het kocht. Maar we moeten eigenlijk ook iets voor mevrouw de burgemeester hebben ook. Maar vrouwen vinden het ook lekker. Ja. Schijnt er gezegd te zijn. Dus laten we daar maar van. Hoe dan ook, we zullen het kort houden. Heel hartelijke dank voor alles in de achterliggende jaren. Wij hopen dat, en dat staat hier ook op, hè, dus de term pensionado, hè, dat je die samen nog lang en in goede gezondheid mag vieren. Nog heel lang hier in de buurt en in Boxmeer blijft wonen. Ja. Als het dus ooit lekker ruikt naar vers vlees, dan zijn we hier aan het barbecuen. Dan hoeft u geen lid te zijn van de buurtvereniging om daar naartoe te komen. Dus gesteld dat dat is, dan wordt u niet teruggestuurd. Maar in ieder geval een heel hartelijke dank voor alles namens de buurtvereniging Het Spoor. Nou, leuk. Nou, hartstikke bedankt. Dank jullie wel. Nou, dan zal ik bij je... Bij het nuttigen van dit lekkers zullen we zeker terugdenken aan een hele mooie tijd. En zeker in dit geval aan jullie. En fijn dat jullie ons zo willen ontvangen. Het is inderdaad een hele mooie dag tot nu toe, allemaal vol verrassingen. En overal kom ik toch tegen dat, wat je ook zegt, hoe belangrijk het is dat mensen ook als vrijwilliger dingen doen waar je niet alleen zelf ook plezier aan hebt om te doen, maar waarvan je weet dat je ook goede dingen doet voor andere mensen. En dat je toch samen echt die samenleving weer maakt. En of het nou een gemeentebestuur is of wat anders is, maar als mensen onder elkaar moet je het doen. En dat doen jullie ook. En dat samen zijn, dat geeft altijd weer de kans om hele mooie dingen te delen met elkaar. En dingen voor elkaar te boksen. En daar wil ik jullie voor bedanken. Maar ook zeggen heel veel succes daarmee. En van die barbecue heb ik wel in mijn oren geknoopt. Dus, als de wind goed staat, dan is... Ja. Kijk. Ja, want ik mag jullie ook wat aanbieden namens de organisatie van deze dag. In het kader natuurlijk niet alleen van mijn vertrek, maar per 1 januari ontstaat ook een nieuwe gemeente Land van Kuik. En Boxmeer die wordt daar een niet onbelangrijk onderdeel van. Maar zoals we eigenlijk zeggen, het hart van de mensen klopt natuurlijk ook in hun eigen buurt. En in hun eigen dorp, eigen gemeenschap. En dat is toch Boxmeer. En ook al zal de bok uit het wapen van de nieuwe gemeente gaan verdwijnen. Met deze vlag kan de buurtvereniging altijd nog laten zien dat ze trots zijn op, zoals een bok op het wapen staat, dat jullie trots zijn om onderdeel uit te maken van de samenleving Boxmeer. En vandaar dat ik jullie deze vlag mag overhandigen. Mooi. Kijken dat ik hem weer netjes in de vouw krijg. Dus, heb je hem? Ja. Oh, ongeveer zo, hè? Ja. Zo. Ergens een keer een mooie pauw. Ja. Alsjeblieft, dat is jullie. En dan moet ik er toch nog even iets. Dat was eigenlijk een verrassing, want op de bodem van dat doosje zit ook nog iets. En ik zal niet zeggen wat het is. Nee. Maar laat ik zeggen dan ook, als de buurtvereniging die bestaat vanaf 1938, dus dat is niet meer zo lang, dan kunnen we weer een jubileum vieren. En dan is het interessant voor ons om toch even, en dat is het, in de buurt van de Pastoor Kersenstraat rond te fietsen en te kijken of daar iets bijzonders in is. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Akkoord, dankjewel. Dankjewel. We zullen dus... Ja. Dames en heren, mag ik? Ja, dit is mooi. Een beetje speeltuin erbij. Goed zo, nog één keertje.
En nog een eentje. Ja, zeker. Dankjewel. Goed zo. De buurtvereniging Samen Sterk staat voor het woord zegt Samen Sterk. Ik zei, ik was vanmorgen in Boksmeer en ik zag over het woorden hangen Samen Sterk. Ik denk dat kan helemaal niet, want dat zijn wij. Ja, dat is heel leuk. Ik zag er daarachter. Ik denk, prachtig, maar dit is de echte buurtvereniging. Dus ik heb eens gekeken van, wij zijn Samen Sterk. Je ziet hier ook, de gemiddelde leeftijd is vrij jong. Maar als ik naar jullie kijk, en dan kijk ik toch even naar jullie, jullie zijn ook Samen Sterk. Want natuurlijk, een burgemeester kan nooit zonder een vrouw naast hem. Dus die overeenkomst had ik ook van, wij zijn Samen Sterk als buurtvereniging, jullie wonen midden in ons midden. En jullie zijn ook Samen Sterk. Denk ik, wat moeten we nou afscheidje doorgeven? Ja, we hebben niet zo heel veel geld in de pot natuurlijk, want hier subsidie van gemeente is en zo. Hebben we allemaal niet. Maar we hebben iets unieks. We hebben echt iets unieks. 40 jaar geleden. Ja. Ouder onder ons waren er nog in Boksmeer allerlei zeskamps en dergelijke. En in het op ons archief hebben wij twee prachtige shirts gevonden. Wij pasten er toen nog in. Buurtvereniging Samen Sterk. Echt uniek, zijn 48 jaar oud. Dus voorzichtig gaan aantrekken. Ja. We hebben ze heel zorgvuldig bewaard. En die wil ik toch aanbieden namens onze buurtvereniging. Ik kan die meenemen op de fiets. Dus, ja, ik was precies weer laat. Ja, lengte zeker. Nee, dat is echt een stap. Hier staan er meer die er vroeger in pasten. Ik hoop toch dat als jullie eens een keer in de tuin aan het werken zijn of whatever, dat jullie toch en dan komt er langs. En anders hebben jullie altijd een prachtig aandenken. Natuurlijk. Kijk ook. Weet je wat? De buurtvereniging Samen Sterk, nog een lekker glas. Een wijntje. Dus het mooiste zou zijn een foto met een groene shirt aan. Dank je aan deze prachtige dag. En wat ik hoop is dat ik na 1 januari, want ik ben nu nog waarnemend burgemeester, dat ik Karel en Mieke mag zeggen. Dat weet ik zeer hard natuurlijk niet. En dat we jullie mogen begroeten in een van onze activiteiten. Wij zijn als buurt nog heel actief. Ja, dat is minder door corona. Dat zien jullie in het programma. Ik heb gezien, Karel, je hebt het eerste druk om ook nog aan dat programma mee te doen. Maar de excuus is vanaf 1 januari is weg. Dus ik ga ervan uit dat ik... De wijkraden van Boksmeer die hebben ons deze dag aangeboden. Dit is een dag vol verrassingen, vol mooie momenten. En dit is ook weer zo'n verrassing om jullie hier zo de kant van de weg tegen te komen. Moeders zien alleen, maar samen wel heel sterk. En ik mag jullie namens zoals jij zo een cadeautje aanbieden, want... Alsjeblieft. Dankjewel. Veel plezier ermee. Dan wens ik jullie nog een hele fijne dag. En geniet vooral gaat zeker lukken. Ook na 1 januari. Gaat het zeker lukken. Ja. Het is afgedicht natuurlijk. Ja. 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 Mooi weer. Ja. Welkom in Lunevent, Park in dit geval. Dit keer mag ik spreken. Heel even in de koets mogen zitten, wat gezellig. Ja, zeker. Max Verstappen mag morgen op de eerste plaats. Ja. Die is binnen. Nou, de volgende. Bij een Lunevent Zuid. We hebben geen vereniging of wat dan ook, maar wel natuurlijk een actieve wijkvereniging. En we hebben ons leefbaarheidsbudget besteed dit jaar aan een gebouw hierachter. En deze gelegenheid hebben we dan ook mooi aangegrepen om dat inofficieel officieel te openen. Het ging ons. Moet ik zeggen, we hebben begrepen dat u in uw ambtstermijn eigenlijk nooit een hotel heeft mogen openen. Nee. En dat het bij Hansa ook niet helemaal gelukt is. Dus dachten wij van, dit is een mooie gelegenheid om u een insectenhotel te laten openen. Toch een beetje hotel, een van de laatste officiële handelingen in uw ambtstermijn. En iets wat de buurt mag verrijken. We hebben dat in samenwerking gedaan met... Ik wil nog bij een hotel kopen. Dat zijn Bianca en Leon. Dat zit, die loopt er nou weg. Nee. Maar
Maar die willen zo dadelijk even vertellen hoe een en ander in elkaar zit. Want dat is best interessant. Zeker. Maar om te beginnen hebben we voor de bewoners en de voorbijgangers hier een bord met wat informatie over het hotel. Dan zou ik u als officiële, inofficiële handeling willen vragen om dit op ludieke wijze te openen en weghalen. Op zich is dat doek ook wel mooi om te zien, hè? Maar we gaan het toch wel doen. Hartstikke fijn. Een mooi moment, denk ik, om dat vandaag zo te combineren. Ja. Met deze aanwinst voor het Lunevent Park. Kijk eens. Zo. En die is gebouwd door... Kan je een handje geven? Nou, zeg maar dankjewel. Wat ze doen als ze de voet zo hebben. De kopjes in mijn tafeltje nou hebben wij op de deur gezet. Dan zet ik even niet de voordeur de trap dicht. Dat had verder ook niet meer. Dus ze staat achter de poort. Is Evelien daar? Nee, die is weg. Die komt 4:15. Oh. Die dacht dat ze ongeveer 4:15 zou zijn. Oké, want we hebben er wel gezien want bij ze moest het, het terrein hebben we er gezien bij Avi's, met Avi's poort. Oh ja, ja, dat zei ze nog, dat ze geroepen had. Ja. En ze moest hoognodig weg en toen heeft ze gewoon een pot koffie gezet en heb ik ingeschonken. En ik zei, ga nog maar, zei ik tegen haar, want ze moest weg. Oh, ik snap het, dan is ze natuurlijk naar het veld gegaan. En dan hadden we de kopjes op de post kwam, op de achterlijke een paar pakjes achterkrijgen, op de bank. Eerlijk, oké. Ja, toen was zij daar weg en toen hebben ze de achterkrijgen. Ja, oh nou, mooi. Ja, het is gelukkig droog gebleven, hè. Kijk, dan wordt geluk met weer inderdaad. Ja, gelukkig. Zon gehad, hè? Ja, ook zelfs nog een beetje zon. Even ja, komen achter de zand bij het vlaghuizen. Pardon? Nou, dan moet ik even bezig. Even kijken wat de bovenkant dan is. Ja, dat is nog even zoeken, hè? Kijk, even dat is een verticale vlag, hè? Ja, dit wordt interessant. We hebben het nog nooit geheven. Als de bokkenkop maar naar boven staat. Ja, klopt dat? Dan staat de bok naar boven. Ze zullen ook wel beleid zien dat het afgelopen is. Hij heeft dat knopje door, hè? Kijk Nee, dat komt er op de kop. Nee? Oh. Moet het volkslied zeggen? Nee, langs als het Boksmeerse volkslied. Ja. Lang zal u weten, hè? Er staat nog meer zijn volgens. Dat had ik al voorgesteld. Maar viel er mee, ja. Nou, niet Wilhelmus, daar is het.
chic en zo fijn. Wie gezellig wil wonen, die moet in Boksmeer zijn. Belasting betalen, moet Sandbeek maar doen. Ik wil wonen, die moet in Boksmeer zijn. Ja, ik dacht dat je een heel groot trekkenkompje op je komt. Ja, maar dat is zo, ja, maar dat komt. Ja, dat is een afscheidsstand. Ja, maar dit is dat. Met die zijhaken, dat hebben we normaal gesproken. Ja, dat is even nieuw, hè. We moeten even ontdekken hoe dat moet. Hij hangt ook een kwartslag anders dan normaal, hè. Ja, maar hoe krijg je hem nou recht naar boven, Gewoon zo. Ja. Zo gaat hij recht naar boven, maar dan moet hij gewoon... Juist. Dat is goed. Ja. Helemaal goed. Ja, het gaat goed, Hé, jongens. Hangt u niet? Wij hangen. Degelijk kwaliteit. Het is wel kwaliteit. Het is kwaliteit, ja. Ja, je kan iedereen gaan helpen die zo'n vlag heeft gekregen, maar die staan allemaal op dezelfde manier te peuteren. En dan kan niet ook vast. Ja, ik heb even de start ermee. Nog een lus daardoor. Dat... Anders de vingers krijgen. Ja. Het zijn wel burgemeesterlijke taken. Die knoop of niet? Wat een prachtige bloemstringels, jongen. Oh. Burgemeester, die laatste knoop is overdreven. Die moet je niet doen. Niet doen? Nee. Ja, hij was bang dat hij eraf zou haaien. Nee? Nee? Oh, hoeft niet, Karel. Nou, nee. Nou, laat hem hijsen. Dan kunnen we hijsen, maar hijsen, maar dan hijsen niet. Oh, dan hijsen we gewoon. Hele goeie. Die moet glijden. Hij moet kwijt. Ik zat zo te denken. Ja, dus. Je kunt hooguit. Dat is de grap. Een lusje maken. Om te doen. Kijk, nu kun je hem super hijsen. Ja. Helemaal. Ja. Nu hijsen. En als je dan zegt, ik wil eigenlijk dat er een was blijft, dan moet je een tuig hebben door die ring om de was heen hangen, dan is het waar. Wel een top, hè, niet half. Nee, nog iets verder, Karel. Juist. Dat is mooi. En de wind doet de rest. Ja. Maar meestal doe ik deze aan de onderkant, dan effect is wel dus... Dit is een aparte vlag, jongens. Een aparte vlag. Een moment. Volgens mij zit er morgen vroeg is iedereen nog in bed. Dat doen we nooit. Dat doen we nooit. Nee, hè? Normaal houden we aan de onderkant. Mag ik die laatste foto met jullie? Onder dat en dan de buurt erbij. Maak de buurt erbij, dat hoor ik niet. Hey, we zijn nu met velen. We kunnen allemaal even de auto lukken. Ik ga deze eventjes zo doen. 3, 2, 1. Oh, dit is een hele mooie. Ja, prachtig. We doen hem nog een keertje. Mis ik iemand? Ja, de belangrijkste. De belangrijkste? Die komen er dan. Potverdorie. Ja, kan ik hem maken? Ja, voor iedereen. Stel je voor beeld. Ja.
Ja. Dankjewel. Mooi dat hij hier is gestrand, maar wie neemt ons nu bij de hand?